fruitboeren overwegen overstap naar wijnteelt. Dan is dat niet alleen de druiventeelt, maar dan is het ook het maken van wijn en dan is het ook het verkopen van die wijn. Dus dat zijn drie hele nieuwe disciplines. En Paden Heuveland Vierdaagse weer begaanbaar. Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van dinsdag 6 augustus. De provincie wil onderzoeken of jonge boeren ondersteund kunnen worden om te beginnen als wijnboer. Voor Danee Huids van een fruitboerderijbedrijf is het zeker iets om te overwegen. Al heeft ze wel twijfels. Wijnbouwen is namelijk een vak apart. Wanneer er een druiventeeltplantage wordt aangelegd, dan is dat niet alleen de druiventeelt, maar dan is het ook het maken van wijn en dan is het ook het verkopen van die wijn. Dus dat zijn drie hele nieuwe disciplines. Want het telen van fruit is niet meer zo simpel als vroeger. Ik ben 30 jaar fruitteler geweest. En als je ziet toch dat de fruitteeltak toch in de omliggende omgeving toch drastisch minder aan het worden is. Van de ene kant vind ik het jammer dat het fruit minder gaat worden. Maar op zich vind ik het stimuleren naar een andere teelt zoals druiven, vind ik natuurlijk wel weer een positieve zin. Leo Mares had ooit een fruitbedrijf, maar werkt nu bij het wijndomein. De voormalige fruitboer ziet vooral dat wijnmaken een totaal ander vak is dan fruit. Mijn passie is gewoon in de wijngaard of in de fruitperceel te zijn. Voor daar het werk te doen, voor de ranken, fruitbomen, noem maar op, appels, peren, druiven. Voor die kwalitatief goed te krijgen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Natuurlijk, ieder jaar is weer anders. Maar dat vind ik, maar qua het wijn maken vind ik het gewoon goed, heel moeilijk, omdat ieder jaar is anders. De druiven zijn, als je een heel mooi jaar hebt, dan kan iedereen het bijwijzen van, want dan krijg je alles rijp. Ja, is het niet rijp, dan moet je toch van alles gaan ondervinden voor toch nog een goed product proberen te maken. En dat is wel heel moeilijk. En daar komt ook nog bij dat wijn maken om veel meer draait dan alleen die druif telen. En daar heeft Mark Huijnen dan ook een speciale opleiding voor gevolgd. Daarnaast is wijnbouw een stuk duurder om mee te beginnen. Ik zeg alleen dat je ook alle in- en outs goed van tevoren moet weten. En dan heb ik het weer over een stukje toch, die voorfinanciering. Het is echt de kosten lopen in de wijnbouw echt ver uit boven de baten die je gaat krijgen. Maar dat gaat lukken. Men moet het wel van tevoren weten. In Hasselt in die 3 jaren opleiding ben ik wel over zaken anders gaan denken. Puur door onwetendheid heb je toen dingen gedaan. Die hebben soms goed uitgepakt, maar soms ook helemaal niet. En ik denk juist door die kennis te blijven vergaren, maak je wel de juiste stappen. Er zijn dus boeren die brood zien in de druiven. Maar of ze ook echt de overstap gaan maken, blijft de vraag. De paden van de Heuveland Vierdaagse, waarvan donderdag de eerste lopers gaan beginnen, zijn weer begaanbaar. Dat meldt de organisatie aan Heuveland vandaag. Eind juli zocht de organisatie nog naar een oplossing voor de onbegaanbare wandelpaden. De paden waren slecht begaanbaar door de vele regenval van de afgelopen tijd. Samen met de gemeente zijn de paden dusdanig aangepast, zodat wandelaars er gewoon over kunnen wandelen. Donderdag staat de eerste etappe op het programma. De wandelaars kunnen afstanden lopen variërend tussen de 7 en 42 kilometer. De gemeente Meerssen waarschuwt voor wilde zwijnen in de omgeving van Geulen. Wandelaars en fietsers zouden afgelopen week meldingen gemaakt hebben dat ze de dieren gezien hebben. En daarom komt de gemeente met een aantal leefregels. Zo raden ze aan om niet in het donker de natuur in te gaan. Honden moeten aan de lijn blijven en niet naar de dieren toe lopen. Eind mei stond bij de Dellen in Meerssen Eddy Baten nog oog in oog met een wild zwijn toen hij de hond uit ging laten. Heuveland Vandaag sprak toen met hem. Ja, het was wel even schrikken natuurlijk. Vooral omdat ik mijn hond los had lopen. Ik heb hem vaker wel met joggen heb ik hem los in het natuurgebied. En Eddy is waarschijnlijk niet de enige. In de tijd dat de cameraploeg van Heuveland Vandaag aanwezig was, waren er zo'n 5 andere mensen die ook het zwijn met jongen gezien hebben. Ja, dat klopt. Dat wil toch wat zeggen. Dus, en schijnbaar worden ze ook steeds minder schuw. Dus ik denk dat het beste is dat de mensen de gebieden waar ze gesignaleerd worden toch beter kunnen vermijden. En dan gaan we nog even naar Maastricht, want daar is namelijk besloten om als proef de ingang van de Sint-Servaas-basiliek te verplaatsen. Bezoekers konden voorheen naar binnen via de zijingang, maar voor veel toeristen blijkt dat lastig te vinden. De ingang is nu verplaatst naar de kant van het Vrijthof. Vrijdag werd duidelijk dat er geen directe oorzaak is te achterhalen voor de doorbraak van de Overlaaddam in januari van dit jaar.
In Maastricht brak begin dit jaar een overlaaddam aan de Stuwweg. Hierdoor kwam ook het scheepverkeer stil te liggen en sloeg een woonboot los die tegen een brug aandreef, waardoor die brug afgesloten moest worden voor al het verkeer. De online krant De Nieuwe Ster meldt dat uit het onderzoeksrapport van Deltares blijkt dat alle overlaaddammen en stuwen in en bij de Maas onderzocht moeten worden om te kijken of ze net zo kwetsbaar zijn als de overlaaddam in Bosserveld. Een van de overlaaddammen die benoemd wordt door Deltares ligt in Linnen. En dan nog het weer. Morgen wordt het weer iets minder. Het gaat namelijk in de ochtend regenen. In de middag zouden de buien wegtrekken. De temperaturen liggen rond de 24 graden overdag en 16 graden in de nacht. Donderdag dan wordt het de hele dag zonnig met af en toe wat bewolking. Het wordt 24 graden overdag en 19 graden in de nacht. Tot zover het Heuvelrad nieuws voor dit moment. Morgenavond om 7 uur zijn we er uiteraard weer. Wilt u nou in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Dan wens ik u nog een hele fijne avond.